Hé, hey, goed nieuws. Um, je hebt het altijd over een kleine overheid, maar er is nu een onderzoek uitgevoerd... en daaruit blijkt dat het uh, aantal ambtenaren bij de overheid de laatste jaren flink is toegenomen. Dus ja. de overheid wordt weer groter. Maar ja, dat verbaast me niks. Je weet dat vanaf Sint-Jutemers in al die, al die verkiezingsprogramma's altijd stond... weet je niet, nog Pim Fortuyn, 15% van een ambtenaren moest eruit en zo. Dat dacht ik altijd al, maar kletskoek, allemaal programma niet nergens op slaat... En natuurlijk, zulke dingen worden gezegd door mensen die er totaal niet weten hoe het in elkaar zit. Ja. We hadden namelijk van ouds niet een verschrikkelijk grote overheid. Helemaal niet. Dat viel nog aan mee. Maar juich je dit toe, want de overheid explodeert als Dan je zegt. Dat hangt er vanaf wat die uitspoken. Nou, daar wordt dus... is dit op alle niveaus, dus van gemeentelijk, provinciaal, nationaal. Nee, we hebben of... het over de rijksoverheid hebben we het hier de rijksoverheid. Ja. In 2017 telde de rijksoverheid nog ruim 110.000 volledige banen. In 2021 waren dit er 131.000. Dus een toename van bijna 20 Ja, het is opmerkelijk. Nou ja, dat, dit wordt pas interessant als je weet waar ze zitten en wat ze doen. Als je natuurlijk denkt dat de belastingdienst alleen al uh, een 30 van het totaal beslaat, dan Begrijp je natuurlijk dat het allemaal wel meevalt. Nou ja, we kunnen een paar dingen even eruit halen. Er waren onder andere meer mensen nodig bij het RIVM vanwege corona. Dat kan ik me voorstellen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland had meer mensen nodig in verband met de Groningse aardbevingen. En bij de dienst toeslagen voor de uh, afdeling van de toeslagenaffaires. Ja, ook meer ja daar kan ja. Me... Terwijl dat nog steeds niet opgelost is, dat probleem. Hè? Dat zakkert maar door. Ja. Alleen deze drie dingen die ik nu noem, waren bijna 6000 uh, ambtenaren extra nodig. Maar de vraag is, stellen ze in dit stukje, want het is allemaal onderzocht, of die ook wel echt allemaal nodig waren. Ja, ik heb geen idee. Zeker een stukje uit de Elseviers Weekblad of zo. Ja, dat staat hierin, ja. Maar ja dat... dat verbaast me niks, want dat is natuurlijk ideologisch ingestoken. Ja. Bij de Elseviers Weekblad is elke, elke ambtenaar er één teveel. Maar de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021, daar komen deze cijfers uit. Dus ah. die zijn wel allemaal uitgezocht. Oké. Okay. Nou ja, hartstikke mooi. En, en to, ja, dat, dit zijn een aantal dingen die de overheid zelf veroorzaakt heeft. Dat, dat veel eerder hadden al deze vraagstukken aangepakt kunnen worden. en had het beter en sneller en efficiënter gedaan kunnen worden. Overigens zag ik volkomen toevallig nog eens die mevrouw, die, die juriste op het ministerie van Financiën, die in de tijd dat memo heeft geschreven: van zeg. Waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? Of in verband met die toeslagaffaire. Dus het plotseling afkappen van, van toelagen. En dan vervolgens ze ook nog dwingen om alles weer terug te betalen omdat ze ergens een foutje hadden gemaakt. Of misschien helemaal niet. Helemaal onterecht. En dat is toch wel verschrikkelijk om aan te horen. Dus in haar. zij sprak steeds van MT's, management teams en zo'n moderne flauwekul-uitdrukking, maar goed, in haar MT, daar was al, had al iemand gezegd van zeg, dat zijn hele gekke dingen, dit is niet in orde wat we aan het doen zijn. Nou, toen had zij dat dan juridisch uitgevogeld, hoe dat zat, en was het de conclusie gekomen. Volkomen onterecht allemaal was het echt. Voor geen meter deugde had dat memo geschreven. Dacht dat, dat geef ik door aan mijn uh, hogere plaatsen in het MT, weer een andere MT, wie zal het zeggen, niets mee gedaan. Ja, al deze lui wisten dat het memo bestond. Ze hebben het gelezen. Toen hebben ze vervolgens heel dom, heel erg dom, ontkend in die verhoren dat ze er van af wisten. Ja. Het viel te bewijzen dat ze er wel van af wisten. En nu gaan ze dus voor, voor mijn neet gaan ja. ze en terecht naar mijn idee het schip in. Dan krijgen ze een weken taakstrafen boet. Zal verder niet verschrikkelijk zijn. Maar het is wel terecht dat ze gestraft worden. En ik las, las ergens een commentaar. Ja, wat wil je als de premier, dus de, dus de aanvoerder, ook ligt? Ja, dan gaan je ambtenaren natuurlijk ook mee. Ja, daar zit wat in. Nou, ik weet niet. Is het mogelijk om de minister-president wegens mijnheid te vervolgen? Als ze dat, geen dat idee. kunnen aantonen? Nou ja, geen idee. De oppositie zal er wel weer iets mee willen als ja, ze dat Maar er... ik denk dat de positie van de minister-president toch ook juridisch anders is dan ja. van, laten we zeggen, de ambtelijke top van die ministeries. Ja. Daar ging het eigenlijk om in dit geval. Nog even één dingetje over die inhuur van mensen. Er wordt dus uh, heel veel ook extern ingehuurd hè. Bij de rijksoverheid. Dus er zijn dus bijvoorbeeld adviseurs die adviseren hoe je dus bepaalde zaken moet adviseren. Ja, ja, ja. ja. Want ja dat is ook allemaal niet drama's waarom die mensen enorm veel geld verdienen. Duizend euro per dag, begreep ik. Kijk, is dat niet slecht, toch? Nee. En er, er was dus een sollicitatie die liep stuk bij op een. Het beste wat je kunt doen is eerst een tijdje bij de overheid werken, kijken of je op een niveau komt dat je echt iets te beslissen hebt. En dan verdwijn je en dan verhuur je, je verder als consultant. Maar dat gebeurt dus heel veel. Ja, dat gebeurt op grote schaal. Ik, ja. Wat dat betreft heb ik ook de boot gemist. Ja, maar ik begrijp wel dat Emiel Roemer, die nu uh, commissaris van de Koning is in Maastricht, hè, in Limburg, die heeft ooit nog eens een keer een motie uh, ingediend. Die is ook aangenomen dat niet meer dan 10% van de totale loonsam. die mag aan dit soort uh, uh, externe inladen. Ja, ik hoop dat, die dat dat zal weer weer niet nageleefd worden. Nee, daar houden ze zich dus niet nee, aan. Nee, 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 nee. Nou ja, dat is ook met die, wat die rechter die had gezegd. Uh, dat die gezin, dat uh, laten we zeggen, het vertragen van die gezinshereniging helemaal niet mag. En dan zegt de overheid: Keihard, dit trekken we ons niks van aan. Ja, ik vind dat raar. kun mm. je dan een hoger beroep, ik bedoel, dat zou ik toch zeggen: als de rechter dat zegt. dan heeft de Nederlandse overheid daarnaar te handelen. En niet brutaal te zeggen: Ja, daar niks mee te maken. Nee. Dan, ja, zeg morgen. Er is dus een concentratiekamp in wat de rechter verbiedt. En dan zegt u, niks mee te maken. Ja. Bij wijze van spreken. Ze hebben vooral mensen nodig die ICT-achtergronden hebben. Daar hebben ze schijnbaar heel veel behoefte aan. Ik geloof het graag, ja. Je weet dat het ICT-gebied, bij mij weten de overheid, nog nooit iets heeft voltooid of naar behoren in orde heeft gebracht. Misschien kun jij je ook laten inhuren voor een beetje persadvies. Als ICT. Nee, presentatietrainer. of zo. mij... In uren als ICT. Dan weet je zeker dat alles op heel korte termijn totaal en definitief vast zal lopen. Je kunt wel aangeven hoe het heel makkelijk ingericht moet worden. Ja, de simpelste dingen die mislukken bij mij al op de computer. Dus. Hmm. Maar mediaadvies zou je niet willen geven? Of, of zoiets? Ik wil best mediaadvies geven, maar kan je zo vertellen van tevoren al dat dat niet opgevolgd gaat worden? Eh, omdat ik natuurlijk zou meestal zou zeggen: joh, eh, eh, ja, Laat een korte verklaring horen hoe het zit. en daarmee is de kous af. Ga niet in talkshows zitten. Ga, maak, maak het niet groter dan het is. leg uit dat we een klein landje zijn. leg uit dat de wereld niet geen bal geïnteresseerd is. in wat we hier doen. Zoiets dergelijks zou ik doen. Ik ben ook ooit voorzitter van een instituutsraad geweest. Ik weet niet, heb ik dat ooit verteld? Ik heb nooit verteld. Nou, dat is heel interessant. Ik was nog een jong medewerker. dus ze dachten. hè. Hoeven wij het niet te doen. We kunnen zo'n jong, jong, jong jochieke willen. Die is nog het ambitieus. Zetten. Die wil nog. Nou ambitieus was eigenlijk het woord niet. Ik denk als ik nou toch voorzitter ben geworden van de instituutsraad. Dan is het natuurlijk wel handig als ik het uh, reglement van orde bestudeer. En, en zie hoe dat in elkaar zit. En wat, wat een voorzitter wel kan doen en wat hij niet kan doen. En ja, wat, hoe die dingen buiten de orde kan ver verklaren. Nou, kortom ik had het goed bestudeerd. We hadden instituutsraad, moet je weten, was altijd op vrijdagmiddag, begon om 1 uur. De amenuences, de conciërge had al eens geklaagd dat het zo lang duurde. Vaak waren ze pas om half zeven klaar. Je begrijpt met oeverloos geklets over niks. Heel typisch, omdat het natuurlijk uiteindelijk nergens over ging. Nou ja, en toen, ik, ik had het allemaal goed bestudeerd, dus ik hamerde flink erop los. En tot verbazing van, van diverse uh, reeds. Uh, uh, bejaarde hoogleraar werd hen ook het woord ontnomen. Ik moet zeggen dat het tot mijn grote genoegen dat je kon zeggen, ja wacht eens even professor, u bent buiten de orde. We hebben dit punt net afgehamerd, u kunt er niet op terugkomen. Zo zit het niet in elkaar hier. Nou, ze keken met grote ogen wat er nu aan de hand was. Nou, en kortom, ik was een anderhalf uur klaar. Eén uur begonnen, half drie was het klaar. Ik weet nog dat de conciërge zei, meneer Van Rossum, u heeft een wonder verricht. Ik ben voor het eerst op de vrijdag dat het de instituutsraad vergadert op tijd thuis. Je begrijpt hoe dit is afgelopen. Je bent eruit gegooid. Juist. Ja. juist. Ik ben in no-time afgezet. Ik geloof dat ik het drie of vier keer gedaan heb. Toen hadden ze de er schoonhoofd van. En toen duurde het weer tot half zeven met hun... Nu is het een bazel over van weet ik wat. Waar de overste studenten volop aan meededen. die diende ook bij onze instituutsraad. Instituut voor Geschiedenis in Utrecht in de jaren zeventig. Allemaal moties in de instituutsraad van het Instituut voor Geschiedenis. In vergadering bijeen. Verklaart zijn diepe verontwaardiging over het optreden van de politie in Dhaka. He, dat, dat soort <laughs> dingen. daar werd dan over gestemd. Het was half. Nou ja. De studentenpolitiek bestond toen nog. Maar dat is toch typisch voor Nederland? Er wordt zoveel geluld en wat doen we daarmee? Niks. Nee, maar niks. Toen is het mee. Want je ja, had in feite. Uiteindelijk is al die inspraakboel dat is voor een belangrijk gedeelte is, dat weer verdwenen. Ja. Vond je dat wel leuk om te doen? Nou, vooral toen ik zag wat een enorme ergernis ik wekte. Met mijn op zichzelf, dat begrepen ze ook wel, dat ik mij keurig aan de regels hield. Sterker nog, dat ik me aan de regels hield en zij niet. Maar, nogmaals, ze hebben al heel snel een samenzwering op het stouw gezet en me eruit gegooid. Okay. En Marieke Blom van ING is ook best wel verontrust, hè? want die heeft gezegd... bij de overheid neemt het aantal banen veel harder toe dan in het bedrijfsleven. Dat kan niet. Oh, Nou ja, ik weet niet, dat lijkt me een beetje onzin. Want als er 6.000 bijkomen op een totaal van 110.000... Had het toch uiteindelijk maar om enkele procenten. Ja, nee, maar dat is alleen voor die drie dingen die ik oh. noemde. Hè? Dus dat was alleen uh, COVID, uh, de belastingtoeslagen. De deel zal dat tijdelijk zijn, neem ik aan. Ja, ja. Net zo goed als die enorme expansie van die GGD's. Dat is toch ook tijdelijk, of niet? Ja, ja. Maar goed, wat is jouw beeld van werken bij de overheid? Ja, ik heb mijn hele leven bij de overheid gewerkt. Ja, maar vatten de samen een paar woorden? Wat zijn de kenmerken daarvan? Dat ik grotendeels in al die tijd. Ik ben begonnen toen ik 27 was. En ik heb doorgewerkt tot ik 65 was. Dus je kunt het uitrekenen. Dat is. Wat? Uh, uh, helemaal wat ingewikkeld. Maar goed. Um, dat je zeker aanvankelijk goed betaald werd. Dat is natuurlijk met, het, met de Deetman in de vroege jaren 80 is dat eigenlijk minder geworden. Dat is allemaal stilgezet. Of. En dan kan je ook, uh, al bleef mijn groep wel redelijk betaald blijven, wat moet ik er verder van zeggen? Inefficiënt, zeggen werd, mensen wel eens. Ja, dat lag voornamelijk aan jezelf. Je werd voor een lang gedeelte werd je vrijgelaten. Ik had een chef die, die, ja, die het ook niet zo verschrikkelijk veel interesseerde wat ik uitspookte. Dus je kon veel uitspoken, je kon weinig uitspoken. Zoals in alle banen, kon je, je kon de kantjes eraf lopen, je kon de kantjes er niet aflopen. Het hing een beetje af van je eigen inzet, eerlijk gezegd. Ik zou grotendeels zeggen dat de werkgever, in mijn geval de Rijksuniversiteit Utrecht. totaal niet geïnteresseerd was in zijn werknemers. Ik werd nog eens een keer voorgedragen voor een bevordering. Ik heb toen ook zo'n gesprekje gehad, benen nog samen met mijn chef, met de personeelschef van de letterfaculteit. Nou, moet je zeggen, dat was geen aangename ervaring. Wat, wat gebeurde daar? Nou ja, mijn chef zei dat ik het goed deed en dat er alle reden was om mij, hoe heette dat toen, hoofdmedewerker of zoiets, ben ik het alweer vergeten, eerlijk gezegd. En ze ja, zei die man met zo'n zo achterloze, totaal ongeïnteresseerde toon. Dat zeggen ze allemaal, maar daar hebben we niks aan op deze manier. Ja, hij is later ook directeur van een gevangenis geworden. Oh ja. Dat vonden wij allemaal zo passend. dat Ik had hij op, ervaring opgedaan in die letterenfaculteit. En, en hebben ze bij die gevangenis meteen gezegd: Ja, die moeten we hebben. Dat zijn de personen die een gevangenis kunnen runnen. Nou ja, je hoort het al. Ik had er geen hoge pet van op, maar laten we eerlijk zijn: het, het was een geweldig rustig baantje. Ik ben na vier jaren tijdelijke benoeming, ben ik vast benoemd. Zonder dat het verder veel problemen met zich meebracht. Dat heb ik al wel eens verteld. Mijn vaste benoeming heb ik laatst al van verteld. Dat ik, dat ik de koffiekamer binnenkwam en zei van... Vast benoemd, ik hoef nooit meer iets te doen. Dat vond zelf. Vond ik het enorm geestig. werd ik door het faculteitsbestuur enige tijd daarna op het matje geroepen. Wat dat te betekenen had dat ik had gezegd, je hoeft nooit meer iets te doen.